Dit is de animatiepodcast van Animatie.online. Hierin spreek ik, Raymond de Jong, met interessante mensen over het vak, de drive en over alles wat met animatie te maken heeft. Welkom bij aflevering 5. In aflevering 5 praat ik met Robert Jung, sounddesigner, componist. Zijn werk is het maken van de geluidseffecten en de muziek bij animatie, video's, series en films. Robert, welkom in de animatiepodcast. Jij bent sounddesigner. Jij doet alles met geluid, geluidseffecten, muziek, composer. Ja, klopt. Je doet een hele hoop, eigenlijk alles wat met animatie te maken heeft, maar alles wat je niet ziet, maar alles wat je hoort eigenlijk. Ja. Hoe ben jij in dat geluidsvak gerold, zeg maar? Wat is jouw achtergrond? Dat is wel een goeie. Ik heb het eigenlijk al altijd gedaan, als je dat zo wil zien. Ik denk iedereen die een beetje creatief opgroeit, die van ergens een input heeft van ouders, vrienden, bekenden of zo, die dan ergens begint een beetje nieuwsgierig te worden over muziek of geluiden, die dan begin je dan ergens een beetje dat zelf ook te doen en te experimenteren. Ik heb als klein kind heb ik met verschillende drums of verschillende objecten, zeg maar, probeert altijd geluiden te maken. Mijn ouders hebben me natuurlijk ook niet echt gedankt. Het was lekker ook een beetje vervelend voor hun. Mm-hmm. Dat ik de hele tijd zoveel kabaal heb gemaakt. Yeah. En mijn moeder was natuurlijk ook pianoleraar, muziekleraar. En daardoor ben ik natuurlijk dan ook in een muziekschool terechtgekomen, waar ik dan ook een aantal instrumenten heb kunnen leren. Want eigenlijk is het ook een best goede mogelijkheid geweest voor mij dan om ook mezelf een beetje uit te testen. Wat wil ik? Wat vind ik interessant? En zo is het allemaal terechtgekomen. En daar had ik ook een beetje toegang tot nieuwe instrumenten die in de muziekschool, beschikbaar waren. Mm-hmm. En waren volgens mij ook nog een aantal computers waar je zeg maar op de computer muziek kon maken. En zo is het allemaal langzaam, stap voor stap, ben ik daar zo echt nieuwsgierig in geworden. En het ene heeft het andere veroorzaakt. En als er iemand bij jou komt met een animatie, zeg maar, waar geluid bij moet, is die animatie dan al helemaal af? Of, want zelf werk ik vaak van, ik zorg eerst dat de audio lekker ligt. Dus eerst voice-over, dat is natuurlijk de timing. Daar komt muziek onder en dan de geluidseffecten en dat soort dingen. Dat komt pas helemaal op het eind natuurlijk. Maar ik vind het altijd wel fijn om in ieder geval de muziek en de stem te hebben liggen. En pas dan te beginnen met het animeren daarop weer, zeg maar. Maar volgens mij werkt het ook vaak zo, dat wil ik graag van je horen, dat er iemand bij jou komt met iets wat geanimeerd is en wat nog helemaal stil is. Of waar misschien al wel stemmetjes op zitten natuurlijk, voor de lip-sync. Maar waar je dan vanuit daar weer mee aan de slag gaat. Hoe werkt dat? Hoe werkt jouw werkproces? Ja, dat is een heel interessante vraag. Een kwestie natuurlijk weer. Het is natuurlijk, je hebt echt die ene kant, daar heb je krijgt altijd alles aangeleverd wat er kant en klaar is. Je hebt het beweegd beeld en het script meestal ook. En misschien ook nog de animatics. En voor de meeste sounddesigners is het natuurlijk super fijn om dit alvast te hebben, want we kunnen dat materiaal nemen en we kunnen dat werken als een soort template en kunnen lekker aan de slag gaan en dat ding klaarmaken. Maar je hebt natuurlijk ook nog de andere kant, dat de animator zelf graag ook ergens zelf een inspiratie wil voor zijn eigen animatie. En hij zoekt zich eigenlijk dan ook weer die aanleiding door het geluid. En dus is het eigenlijk ook een proces voor sommige animatoren en filmmakers liever eerst te beginnen met een soort geluid en dan daarop te animeren. En het is natuurlijk ook zo, als je zeg maar een tv-show maakt, een animeerde show, waar ik natuurlijk nu ook weer aan het bezig ben met, we werken aan een show en ik kan er niet zoveel over vertellen, het is een beetje top secret. Yeah. Maar daar begin je natuurlijk eerst met de dialoog. Je huurt eerst al die voice actors in, doet de casting en verdeelt het script en maakt al die opnamesessies. Bemoei jij je daar ook mee, zeg maar, met de opnames van die geluidsacteurs of stemacteurs? Nee, dat gebeurt meestal direct eerst op locatie. Dan wordt het ergens opgenomen in een studio.
Nu tijdens corona was het zo dat natuurlijk alles van huis moest gebeuren. Ja. Dus we moesten dan ook heel lang... Dat was een proces waar ik mee een beetje bezig was, om te kijken dat het geluid wat zij aanleveren van thuis, dat een soort van te gebruiken is, dat de kwaliteit goed is. Ja, precies. En als een probleem is, dat ik het dan ook zeg. En ja, en daar begin je dan natuurlijk al die geluiden, die dialoog, samen te knippen in een soort hoorspel, alsof het voor het radio is. Ja. En dat is dan zeg maar de basis voor de animatoren om dan daar te kunnen animeren. Maar je hebt er natuurlijk ook nog een andere layer, want soms gebeurt er wat in de animatie. Een auto rijdt tegen een muur in of een bom ontploft. En daar is het dan handig voor de meeste animatoren. Zo gebeurt het ook. Bij velen heb ik gemerkt dat ze dan gewoon een paar tempgeluiden gebruiken. Of ze gebruiken gewoon ergens gratis sounds die ze zelf ergens hebben. Mm-hmm. Of je neemt gewoon op met je eigen stem. En het is ook best wel grappig met die laatste filmmaker die ik werkte. Die had al een hele library aan met zijn mond opgenomen geluiden. Yeah. En die gooi je dan gewoon allemaal onder en dan werkt het prima. En ik kan het later dan als geluidsmaker eigenlijk ook weer gebruiken als temtrack. Om dan daar je echte geluiden eronder te zetten. Want je hebt daar ook een soort aanleiding voor de timing en hoe het eigenlijk moet klinken en hoe lang die geluid moet zijn. Ja, dus dat is wel handig. Dus je krijgt dan eigenlijk bij veel producties krijg je het twee keer door je handen, zeg maar. Eerst in het begin door eerst die basistrack te maken, zeg maar. Ja, klopt. En dan gaat de animator ermee aan de slag. Die designafdeling maakt, het bewegende beeld maakt. Mm-hmm. En dan krijg je het nog een keer. Al dan niet met toevoegingen van de animator zelf, met stokmuziekjes, dingetjes of geluidseffecten, zeg maar. En dan ga jij dat nog een keer door de wasstraat halen en zorgen dat helemaal af is. Ja. Het lastige is dan soms, moet ik erbij zeggen, dat als dan in dat proces tussendoor weer een paar veranderingen in het editing gebeuren, dan heb je daar verandering in de timing en dat moet dan natuurlijk ook op het geluid gebeuren. En dus te meer veranderingen daar gebeuren, te meer werk heb ik dan weer. En het is dan dus eigenlijk meer de opdracht van de producer of de director om daar te kijken dat er niet te veel stappen daartussenin zitten, waardoor weer de kosten weer te hoog worden voor de productie. Dat is gewoon, dat doe je gewoon, dat is normaal. Dat geluid is heel bepalend, zeg maar. Je kan, als je een spannende film kijkt en je zet ondertussen Frans Bauer muziek op, dan is die scène ineens helemaal niet meer spannend, weet je wel. Ja. Terwijl als het met de juiste sounds is het om bijna niet te verdragen, zo eng kan iets worden of zo, weet je wel. Dus dat is... En hoe kies jij die geluiden, zeg maar? Want je krijgt een script, je krijgt voorbeelden, maar je zit al heel vroeg in het proces, ben jij er al bij, zeg maar. Dus je bent natuurlijk heel erg bepalend ook voor sfeer, voor gevoel, voor dat wat er gebeurt, als je op die manier werkt in ieder geval. Ja, dat is gewoon een kwestie van ervaring natuurlijk. Ik doe dat nu al bijna 10 jaar. En op de andere manier is het ook weer, je ziet het beeld en je moet ook ergens kunnen een beetje empathiek moeten kunnen zijn om te begrijpen wat gebeurt er en wat is dat voor een verhaal en wat voor een stijl heeft de animatie. En dat komt allemaal samen en je moet er ergens een perfecte feeling voor krijgen. En dan moet je eerst jezelf ook vragen of je voelt het ook ergens. Moet dat geluid een beetje meer organic klinken, een beetje meer organisch met meer natuurlijke geluiden van hout of van echte objecten in de echte wereld? Of moet het gewoon een beetje meer synthetiek, een beetje meer koud klinken? Of moet het juist heel zacht klinken? Of heel atmosferisch met heel veel achtergrondgeluid? Zulke dingen, die komen daar allemaal in, en die beslissingen. En na een tijdje, daar heb je daar gewoon een gevoel voor. Maar deze visie, die moet natuurlijk dan ook altijd weer kloppen met die filmmaker die film wil maken. En soms gebeurt het natuurlijk, daar heb je helemaal verschillende voorstellingen. Yeah. En soms vind je bijvoorbeeld dat geluid moet weer harder zijn dan die dialoog, of die dialoog moet zachter zijn of weer harder. En dat zijn dan soms dingen die dan gewoon niet samenwerken. Maar dat merk je gewoon in de tijd hoe je samenwerkt om de visie te kunnen realiseren. En dit is gewoon een proces. En je werkt langere tijd samen met een aantal, want je doet voor een aantal online animatieseries
Ja. Doe jij ook het geluidsontwerp, zeg maar? Dat zijn natuurlijk langdurigere samenwerkingen. Dus dan leer je elkaar ook kennen als makers. Van, nou, weet je, jij weet wat de animator wenst. En omgekeerd weet de animator wat hij van jou kan verwachten, zeg maar. Maar ja. Want je doet ook losse klussen, zeg maar, die daar tussendoor komen. Hoe werkt het dan? Hoe leer je elkaar dan snel kennen dat je op dezelfde golflengte komt? Ja, dat is ook altijd weer tricky. En ik moet zeggen, het werkt natuurlijk ook niet weer altijd. Want het eerste kwestie is natuurlijk altijd of het budget überhaupt kan worden gerealiseerd. En dat is, ik kan zeggen, bij bijna 60% dat dan dat project gewoon niet tot stand komt. Maar de rest moet ik zeggen, ja, je merkt het als de communicatie gewoon klopt. Bijvoorbeeld, je kan soms een mail krijgen van iemand die graag met jou aan een project wil werken. En dan krijg je echt een super interessante tekst met allerlei uitleggingen. En hij heeft een hele leuke visie en hij wil dit en dat doen. Maar zo die laatste twee zinnen komt dan, oh ja, helaas is ons budget heel laag. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat zijn dan soms dingen waar ik dan gewoon even. Ik bedoel, ik doe het soms graag. Maar dan moet natuurlijk ook weer de verhouding tijd en kosten. Dat moet ook alweer kloppen. Yeah. Ik werk graag ook met studenten samen. Ik heb laatst weer met iemand iets gedaan. En wil het ook in de toekomst weer doen. Dat ik zeg maar met mensen die eigenlijk nog niet zo echt in de wereld zitten. Dat we daar ergens ook weer samen kunnen collaboreren. Want hun hebben dat nodig. En ik heb het ook eigenlijk weer ook nodig. Want eigenlijk een frisse nieuwe gedachte in deze wereld is best wel weer is echt handig, want je leert er zelf weer nieuwe dingen. Ja, ja, het inspireert natuurlijk ook weer om weer nieuwe maar, wegen te ik wil nog even zeggen dat die losse klussen, die komen soms natuurlijk niet ook alleen via e-mail. Die komen ook via verschillende online bronnen. Ik heb bijvoorbeeld een soort online marketplace. Sommige mensen in Nederland kennen waarschijnlijk filmpeople.nl of zo, of wat bestaat er internationaal bestaat bijvoorbeeld iets dat heet Upwork.com. Mm-hmm. Gehaat van ook vele freelancers eigenlijk. Maar ik weet niet, ik heb soms echt af en toe een paar echt interessante klussen via die websites. Daar komen dan mensen aan die echt met je klikken ook. Die kunnen het echt goed uitleggen en die prijsvoorstellingen kloppen en het is ook echt tof om aan te werken. Maar dat gebeurt echt één keer alle 3 of 4 maanden. Is dat echt. Voor die online series, want kun je opnoemen voor welke serie? Want mensen kijken natuurlijk via YouTube. Dat zijn best grote producties, zeg maar, waar je voor doet met veel views en veel abonnees, zeg maar. Dus ik neem aan dat veel luisteraars / kijkers het kennen, maar voor welke animatieseries, noem ik het dan maar, werk je? Ja, ik ben bijvoorbeeld bezig met Cas van der Poel's recap series, die al een paar jaar eigenlijk nu online staat. Ik denk dat je daar waarschijnlijk een beetje wel op aanspelen. Ja, onder andere, ja. Ja, ja, dat is echt een hele leuke channel en ook leuke projecten aan die we altijd werken. Maar dan ben ik ook nog met Pensamation bezig. Dat is ook een bedrijf uit de VS. En die hebben ook nu best wel vele subscribers. En zijn nu inderdaad ook bezig met een paar nieuwe projecten buiten de YouTube-wereld, zeg maar. En daar werken wij nu ook aan een show die we later misschien ook aan Netflix willen pitchen of andere streaming-aanbieders. Ja. Ja, dat zijn zo die grootste, ja. En hoe zijn zij vanuit de VS bij jou terechtgekomen? Ja, via. Ja. Je hebt een vriend die dan daar ook toevallig de animatiewerk heeft gedaan. En zij zitten dan ook ergens in een netwerk natuurlijk. En die producer is vaak ook weer goed bekend met die animator. En dan zit je daar in een groep of in een forum of waar je ook die coördinatie doet. Ja. En dan heb je dan soms een situatie waar heel even iemand nodig is voor dit soort werk. En dat komt dan, als je geluk hebt en je vriend of je collega denkt dan in dat moment aan jou, dan heb je dat die mogelijkheid aan te werken. Ja, maar ben jij dan op dit moment de enige die daar het geluidsontwerp doet voor die Pencil Nation, zeg maar? Die Pencil Animation? Nee, Pencil Nation is een best grote channel. Daarom. Daar hebben we minimum misschien 3 sound designers die daar bezig zijn. Ja, ja, precies. Ja. En
Want dat vraag ik me dan wel eens af, zeg maar. Zo'n kanaal begint natuurlijk klein, zeg maar. Ook die van Kast, die is ook gewoon begonnen. Maar dat is helemaal geëscaleerd en gegroeid, zeg maar. En dan is er dus ook, vanuit die kant is er dan ook budget om mensen in te huren. Omdat dat zo gegroeid is en omdat er gewoon ook inkomsten vanuit YouTube gewoon komen. Dat is wat het betaalt. Ja, dat klopt inderdaad. Ik moet zeggen dat het natuurlijk in de laatste tijd, dat weet bijna iedereen, dat YouTube weer een beetje die schroeven heeft aangedraaid de inkomsten voor makers een beetje te beperken. Maar er zijn nu ook nog andere bronnen gelukkig beschikbaar, zoals bijvoorbeeld Patreon. Of andere, ik weet niet, er bestaan zeker nog andere websites waar je dan zeg maar een community kan groeien en dan gezamenlijk een project kan financieren. Heel veel filmmakers zijn sowieso een beetje meer op de crowdsourcing. Of je hebt natuurlijk dan ook weer die mogelijkheden die bijvoorbeeld Nederland biedt. Dat je soms een fonds kan gebruiken waar je geld krijgt van de staat of de gemeente. Als je nou terugkijkt, want je bent nu 10 jaar bezig. Wat is dan een animatie, video, film of serie waarvan je denkt van dat is zo geweldig om aan gewerkt te hebben of om misschien nog steeds aan te werken? Wat is nou echt tof? Ja, het leukste project waar ik ook ooit aan heb gewerkt tot nu toe is Hedy is Henk natuurlijk. Gemaakt van Jeanette en nog een paar meer collega's. Maar echt hele toffe gasten. We hebben daar ook met een paar bekende namen ook de voice acting opgenomen. En ik had ook de kans daar even aanwezig te zijn. Ik heb een hele kleine lijn gesproken. Maar dit was echt een hele gezellig momentje ook. En die werkproces was super creatief. We hebben de geluiden in één dag voor de pilot hebben we die helemaal in elkaar gemixt. En het was echt superleuk, want elke mens die in het proces bezig was, is gewoon ook je vriend en je collega. En het moet dan natuurlijk ook niet altijd een goede betaling daarmee in verbinding staan. Het moet gewoon leuk zijn en je moet daarvan echt hele leuke, interessante nieuwe dingen kunnen leren. Ja, ja. Nou, weet je, als het niet op financieel iets voor je doet, dan moet het in ieder geval qua inspiratie of qua die kant iets voor je doen natuurlijk. En Hedius Henk krijgt ook nog een vervolg, toch? Het is niet bij die ene pilot gebleven. Jeanette gaat het. Jeanette heeft een paar nieuwe afleveringen geschreven. Maar hoe dat nu precies zit, ik moet het mezelf even vragen. Ik ben helemaal out of the loop. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Nee. Maar in ieder geval zijn we nog van plan dat ergens nog verder te produceren natuurlijk. Het zou echt leuk zijn als het ooit gebeurt, ja. Ja, het is echt een geweldige. Voor mensen die het niet kennen, ga dat opzoeken op YouTube. Hedy is Henk. Hij is echt heel grappig. Het is gewoon super tof geanimeerd. Qua geluid zit het gewoon perfect in elkaar. Hele toffe productie. Maar als jij begint met zoiets, bijvoorbeeld dan die Hedy is Henk of een andere klus, zeg maar, begin je dan eerst met muziek? Begin je met effecten? Hoe rol jij zelf daarin, zeg maar? Wat ga je, welke ingrediënten ga je als eerst in de pan gooien? Het beste is natuurlijk altijd de dialogue. Maar deze was in deze geval natuurlijk al kant-en-klaar gemonteerd door die collega's waar we dat hadden opgenomen. Dus deze spoor was allemaal klaar. Mm-hmm. En ik krijg dan gewoon de animatics, die nog niet helemaal geanimeerd is. Waardoor ik ook dan weer een maand meer tijd heb om aan de muziek te werken. Dus dat is dan het eerste waarmee ik begin. Want met de muziek moet je ook een beetje opletten dat dat dan niet in de weg staat met de tekst die een actor spreekt of waar ergens een geluidje gebeurt. Mm-hmm. Dus je moet dan zien dat in dat moment die muziek even wat zachter is of gewoon even een paar instrumenten minder spelen, dat je dat weet. En als je dan die muziektrack klaar hebt, moet nog niet eens de animatie staan, want de muziek aanpassen is vaak nog een beetje makkelijker dan het geluid laten te doen. Want deze is dan echt super tight in de timing. Ja, want hoe lang werk jij aan een productie ongeveer? Dat hangt echt af van hoe lang de animatie is natuurlijk. Ja, Hedy is Henk bijvoorbeeld, de pilot was rond de 8-9 minuten volgens mij. Ja, precies. Ja, klopt. Daar was ik wel 2 weken bezig met de muziek.
kan misschien ook iets sneller, want als je dat vaker doet, dan word je nog steeds meer effectiever met al je processen die je daar... Mm-hmm. Want je kan met templates werken, zeg maar. Yeah. Om een scoring te maken, dan kan je alvast een project aanmaken waar alle instrumenten al zijn in een slot zijn. En dan kan je direct aan de slag gaan. Van die geluiden bijvoorbeeld, die geluidseffecten. Neem je die zelf op? Gewoon de folio? Doe je dat zelf? Of heb je inmiddels een soort bibliotheek aangelegd van overal vandaan en met op een andere manier maak je die? Ja, ik heb inderdaad een hele grote library aan kant-en-klaar sounds die ik ergens heb online gelicensed. Je kan daar packs krijgen online, specifiek voor cartoons of voor explainers mm-hmm. en dergelijks. Maar ik vind het ook weer super tof zelf gewoon even wat op te nemen. Dus elke keer als ik een nieuw project heb en dan zie je wat er gebeurt in het script en wat de karakter doet, dan denk ik over na, hoe kan je dat misschien zelf maken? Want yeah. Of dit is echt misschien een leuk moment, dan ga ik even wat zelf opnemen. En dat vind ik in ieder geval nog veel interessanter dan even snel iets uit een map halen en dan daaronder gooien natuurlijk. Ja, tuurlijk. Yeah. Bijvoorbeeld had ik in een van onze laatste YouTube-filmpjes, dat was Star Wars bijvoorbeeld, daar hadden we heel veel gore en we hadden daar ook dat probleem dat Cas een beetje met Coppa moest vechten. Hij wou echt heel erg dat zijn video's niet voor kids worden gelabeld. Mm-hmm. Dus zat er heel veel geweld en gore in. En ik dacht, oh, dat is leuk. Dan ga ik even een paar dingen opzoeken en opnemen. Dus ging ik heel veel groentes en fruit en dingen en pasta. Ja, alles knakken. En in een avondsessie. Ja, dat was echt super leuk om te doen. Want ja. Daar leer je ook weer wat dingen bij. En het klinkt echt zo gaaf op het einde. Wat knakt het beste, zeg maar? Wat is nou de ideale knakgroente? Paprika. Paprika, het is echt een goede combinatie tussen zachtheid. Maar je hebt er in het begin echt een leuke knakgeluid. En als je dat nog vertraagt, zeg maar, de pitch omlaag neemt, dan krijg je echt een hele diepe, leuke knak. Zoals op een schedel open gaat. Ja, precies. Ja. Heerlijk is dat om dat te verzinnen en om dat dan in de praktijk te brengen, zeg maar. Dat je met een bak vol groenten en een microfoon zit. Dat is toch wel echt geweldig. Heb je ook in ieder geval goed lekker te eten voor de komende dagen. Ja, en iedereen in de supermarkt, die denkt, wat is die vent gezond bezig? Weet je wel? Terwijl die allemaal horror sounds maken. Ja, dat is wel heel erg leuk. En wat wil jij nog gaan doen, zeg maar? Wat is je droom? Klus of voor de toekomst. Dat je zegt van, nou weet je, als ik ben nu dit aan het doen, maar ik wil over zoveel tijd, over een jaar of over 2 jaar of over 5 jaar of over 10 jaar, whatever. Lijkt me heel erg tof om nog zo'n soort klus of dit en dat te gaan doen. Heb je dat? Ja, dat is in ieder geval meer klusjes voor streaming of tv. Ik vind het echt superleuk aan animaties te werken, animatieseries te werken. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook weer, ik heb vaak over nagedacht, misschien ook niet te veel animatie. Dus ook weer een beetje meer in de buurt live action te gaan. En dat lijkt me echt heel leuk. Dus in ieder geval zie ik mezelf echt groeien in de komende jaren om gewoon aan een paar meer interessante projecten voor streaming te werken. En een beetje meer cliënteel binnen te halen, ook buiten Nederland natuurlijk. Ja. Want is jouw, heb jij bijvoorbeeld ook muziek op stocksites van jezelf? Doe jij dat ook, zeg maar? Ja, inderdaad ook. Ik ben natuurlijk niet alleen sound designer. Heb je nu natuurlijk ook gemerkt. Ik ben composer. Ja, dus heb ik heel veel assets ergens liggen. En dat is natuurlijk dan ook weer iets waar ik mee bezig ben. Wat ik waarschijnlijk nog in 10 jaar ga doen. Mm-hmm. Is gewoon meer assets aan te maken. Die dan later kan worden gelicensed. En waar het, zeg maar, op een moment waar ik, zeg maar, iets zichzelf financiert. En waar ik echt een soort stevige bron aan inkomsten kan opbouwen. Yeah. Om mezelf te kunnen financieren als zelfstandige ondernemer. Zo moet het eigenlijk zijn. Yeah. Maar het is natuurlijk lastig. Stockmuziek verkoopt niet echt super hard. Het is echt een gigantisch groot aanbod aan stocknummers. Dus dat is echt een heel lage prioriteit nog. Ik doe dit echt soms als ik me een beetje verveel of me een beetje wil ontspannen. Of ik zie even, ik ben mijn projecten aan het opruimen. En er zitten nog een paar dingen die zijn ongebruikt. En die klinken leuk. Dus
maak je daar nog snel even een klein pakketje of een trackje van en dan zet je dat ergens online. Ja. Zo gebeurt het dan. Maar vooral ook privéprojecten wil ik in de toekomst een beetje meer financieren. Waar ik zeg maar muziek ook op Spotify en Apple Music kan zetten die mensen kunnen luisteren. Ja, gewoon meer als, ook, als track aan zich, zeg maar. Ja, van, klopt. Zonder de beeldkant erbij. Ja. Ja. En dan ga je samenwerken met andere artiesten, met zangers, zangeressen of vocalisten in ieder geval? Inderdaad. Of is het instrumental? Ja, meestal, ik ben niet zo van de vocalistmuziek, maar ik heb inderdaad wel met zangers samengewerkt. Ik vind alleen instrumentele muziek nog iets een stukje leuker, vooral ook klassieke muziek. Mm-hmm. Dat is zo grappig dat u dat nu even noemt. Ik ben even nog een paar tracks aan het afmaken voor een nieuw album wat binnenkort Spotify zal verschijnen. En daar had ik gisteren al mijn opnames binnen van een instrumentalist uit Hongarije. En zij neemt voor mij een hele string sessie op voor al mijn stukjes die ik in dat album heb zitten. Dus, en dat is echt een superleuke werk om te doen. Je scoort alles aan de computer en dan stuur je dat alles naar het studio in Hongarije en je krijgt het na 2 weken binnen en het is allemaal, het klinkt echt veel leuker, veel beter dan samples. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan, dus dan, heb je, dan krijg je eigenlijk een soort cadeautje wat je kan uitpakken met allemaal lekker klinkende files waar je mee, weer verder mee kan Dat is echt inderdaad een beetje alsof je een nieuwe Lego set krijgt doorgestuurd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is gewoon weer nieuwe input, fresh. Dankjewel voor je tijd en je verhalen. Super interessant. En we houden contact. Ja, bedankt. Fijne dag nog dan. Hè. Tot zover aflevering 5. Wil je meer weten? Kijk dan op animatiepodcast.nl voor meer info, meer afleveringen en ook linkjes naar de sites van de gasten. Tot de volgende! Vond je dit een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog, want daar zijn de algoritmes gek op. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal om de komende afleveringen meteen te kunnen checken als we online zijn. En heb je een vraag of opmerking, stel ze in de comments, want ik lees alles. Tot de volgende!